Goedemiddag, Hilaire. Ja, mooi. En zeg goedemiddag, mevrouw en meneer. Goedemiddag, mevrouw. Ja. En jullie hebben de zon mee van aan de zee. Ja. En wie is hier nog mee? Kijk, tukje, wat een brave hond. Dat is Zita. Zita. Dat is een mooie naam hier voor een hond. Zita. Oh, Zita is de blinde geleide hond. Maar iedere keer dat je eraan komt, moet je frank geven. Nee, dat gaat niet. Ja, een minuutje en dan... Ja. Wat was er gebeurd? Wat was er gebeurd? Die hond heeft gelikt aan mij. Hij heeft gelikt. En die heeft gelikt aan mij. Ben jij nog niet gewassen, Jarno? Ja. Dat hondje denkt dat jij nog niet gewassen bent vandaag. In de kleuterklas en dan in de lagere klas en dan naar de hotelschool. Ik ben eigenlijk kok van opleiding. En zo ben ik dus bij Zita terechtgekomen. Zita is 3 jaar. Zita is een bruine labrador. Wij gebruiken op het vak meestal labradors en golden retrievers. En altijd bij het speel, wel, dat zal een sociale, goede hond worden. Oké. Als we daar zijn, misschien dat dat filmpje ook staat, als we daar zijn, dat we weten welke hondjes dat we gaan houden, gaan we die naar een pleeggezin sturen. Een pleeggezin, dat is een gezin zoals bij jullie thuis, mama, papa, kindjes. Naar links of naar rechts. Of dat Zita omhoog gaat. Bijvoorbeeld dat ze op een borduur gaat staan. De straat en aan de andere kant het voetpad, dat is allemaal hetzelfde niveau. Maar de trottoirs, de voetpaden, zijn in een andere kleur. Vol met kramen en rijen. Allemaal met leuvels. We hangen daar kousen aan en panties en... Ja, we hangen daar broeken en... Je ligt of zien. En op het einde... Zie je ons niets meer waarschijnlijk. Zita.